Hoi allemaal, mijn naam is Edi. Voor degenen die wel vaker kijken, welkom terug. Voor degenen die voor het eerst kijken, welkom. We doen het dit keer ietsjes anders dan anders. Ik heb een paar losse stukjes gepakt. Daar doen we een voice-over. Ik heb namelijk mensen die visueel beperkt zijn. Deze bus vindt het wat lastig voor de dode hoek. Rijdt daarbij bijna een fietser aan. Fietser stopt gelukkig op tijd, de bus ook. Dus niks aan de hand. Maar toch, het is een bijna ongevalletje. Het gebeurt dagelijks. Hier in dit geval stond ik al een beetje aan de rechterkant. Voor het geval dat dit zou gebeuren. Stop ik gauw namelijk op groen. En ik denk, ja dag. En hier, ik zie deze auto twijfelen. Dus ik hou al in. Nou, uiteindelijk knipperlichtje aan. En remt, de auto remt steeds verder af. Terwijl als hij een klein beetje gas had bijgegeven, had hij zo naar rechts gekund. Goed, ik er dus gewoon voorbij. Kijk hier naar rechts. 1, 2... Ik heb haaientanden, ik moet voorrang verlenen. Maar ja, oké. Als jij niet gaat, dan ga ik wel. Een van de frustratiepuntjes van mijn nieuwe werkplek in Den Haag is dit. Rechts voor, daar gaat een auto rijden. Dus nu het stoplicht voorbij het verkeerslicht. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Het heet zo een verkeerslicht. Oké, en nu is het wachten op groen. En dat duurt. En dat duurt. En dat duurt. En dat... duurt. En dat duurt. En dat gaat nu pas op groen. Zucht. Het is een goede tijd, zeg maar. Ja, dat was Ellen die je hoorde. Wat gebeurde er? Ik zag jou je hand uitsteken van stoffen. Ik had alleen niet om te switchen dat het voor die mensen op Theo was. Voor degene die het niet kunnen verstaan. Ze hadden het een beetje laten horen dat er mensen op een zebrapad liepen. Hier hebben we een beetje last van de wind. Let me goed op. Ik heb geen last van de wind, maar... hier waait het wel enorm, zo te zien. Ja, daar komt-ie, daar komt-ie. En Ellen werd dus even één baantje verder geblazen. We hebben hem nu nagenoeg links op de zijkant, dus aan het eind van die bomen komt hij weer. Dit was inmiddels op de terugweg, toen waren we wat beter voorbereid. Kom, gas houden. En hier zoom ik dus bewust in op het hoofd van Ellen. Ah, je zit nou onder de 100. Hier zitten we een beetje met elkaar te klieren. Dit stukje, je mag 100. Er komt een bestelbus met hoge snelheid voorbij. En erachteraan, 3, 2, 1. Ja, bijna 3, 2, 1. Die gaat nog veel sneller. Ik kreeg trouwens ook een auto. En in dit stukje word ik ingehaald door deze auto. En die gaat zo meteen voor me rijden. Ik versnel het een beetje, want het gelul dat heeft helemaal geen zin. En dan uiteindelijk gebeurt er dit. Luister, nou heb je mij net ingehaald voor de tunnel. Ga je nou doorrijden of niet? Ik rij continu 70. Ik zit continu op die kilometer teller te kijken. Goed, zo. Je mag hier 70. Ja, dus dat is dan het muzikale stukje. Inmiddels is er licht aan het einde van de tunnel. Nou ineens gaat de auto versnellen. Ik begrijp er geen drol van. Maar goed. Maar deze vind ik zelf nog het ergste. Deze Porsche. Die haalt de andere auto in. Er komt zo meteen een flitspaal. Hier rechts. Bijna rechts. Hier zo. En kijk hoe die naar rechts gaat. Let op. Gewoon echt. Nou, het zal zijn. Nog geen 9 meter voor de andere auto gaat hij naar rechts. Het is echt onbegrijpelijk. Ik snap niet waarom mensen dat doen. En deze is ook grappig. De auto staat stil. Rijdt een klein stukje verder. Gaat weer stilstaan. Oké, fietsen. Maar oké, selfie. Prima. Goed gezien. Ja. En blijft stilstaan. En
blijft stilstaan. Serieus jongens, kom. Blijft stilstaan. Oh, een bus. Ja, maar daar hadden we met z'n tweeën voor gekund. Ja, nou, we toch maar besloten te gaan rijden. Nou wel. Ja. Misschien toch? Nou, vooruit. Het gaat langzaam, maar het rijdt. Afgelopen nacht heb ik moeten tillen. Dat op zich is het probleem niet, maar ik heb daarbij waarschijnlijk wel mijn rug een beetje vernacheld. Het doet best een beetje zeer. Ik kon straks amper op een stoel zitten. Dat was wat wel even vervelend, kan ik je eerlijk zeggen. Het maakt de motorrijder er ook niet makkelijker onder, zeg maar. Man. Ik voel me net een beginneling. Zo stom zit ik op die motor. Dames en heren, bedankt voor het kijken weer.